Het personeel van het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, is nog steeds in beraad. Volgens bondsvoorzitter Roy Adema zijn de leden ontevreden omdat zij vanaf 2015 geen loonsverhoging hebben gehad. De ABS-medewerkers zijn erg gedemotiveerd en eisen een salarisverhoging, zodat zij hun werk met een tevreden gevoel kunnen doen. Als wij de acties opschorten, dan krijgen we niets op het request, want we hebben al zoveel geld. Dus de mensen zeggen, de leden zeggen, de algemene ledenvergadering zeggen, we gaan daar niet aan meedoen. Er komt niets, we horen niets. En we hebben al in feite vanaf 1 januari 2015 niets gehoord. Terwijl er wel zware inflatie is geweest. Ook tot vorig jaar is er 9,2% inflatie geweest. Wij kregen niets. Dus de mensen zeggen nee, voorlopig niet. Het actiemodel houdt in dat er dagelijks tot 10 uur wordt gewerkt. Bondsvoorzitter Adema zegt dat de vakcentrale C47 de acties van het ABS-personeel volledig ondersteunt. De spirit bij de mensen is om door te gaan. En ja, ze gaan ondersteuning krijgen van C47. Ze gaan ondersteuning krijgen van andere vakbonden. Dat zal wel moeten. En dan denk ik dat ze weer aan verscherping gaan denken. Roy Adema, bondsvoorzitter bij het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Hij sprak over de acties van het ABS-personeel.